Hallo, welkom bij deze nieuwe vlog. Het is maandagochtend. We zijn ons klaar aan het maken om de kinderschool te brengen. Ze zegt in de Gloria. Hoeveel van jullie gaan ook op de grond zitten als ze hun schoenen aandoen? Volgens mij ben ik echt één van de weinigen en doen dat alleen maar kinderen. Nikki, schoentjes aan? Nou, we zijn weer lekker thuis. Lea heeft wat koekjes en ze wilde even Lucilla kijken. Hè? Tina is prins. Nu ga ik even bij de voor het goede doel. Welkom, prinses. En ze is een prinses. Normaal gesproken ga ik. Ga je ook een prinses? Het liefst is ook een prinses, hè? Doe maar even een mondje leeg eten. Normaal gesproken ging ik op maandag altijd, als ik Nick had weggebracht, samen met haar de boodschapjes doen. Maar omdat ik een leuke uitdaging vind om wat centjes te sparen, heb ik me voorgenomen om dan op de maandag eerst nog even te kijken: oké, wat zijn allemaal restjes die nog op moeten? Want anders, ja, blijven toch wat dingen liggen en dan ga je allemaal nieuwe dingen erbij halen. Terwijl ik best nog wel een maaltijd of twee kan verzinnen met hetgeen ik wel in huis heb. En dan heb ik ook op de maandag even wat meer, niet trekkers gehad, wat meer rust en tijd om op mijn gemakje een beetje huishouden te doen. De was enzovoort. Want ik probeer nu op de zondag wat meer rust in te plannen. Dus gisteren ben ik gewoon echt 's middags, als toen Maarten ging, zeg, mag ik heel eventjes naar boven? En dan ga ik 10 minuutjes liggen, even een boekje lezen. En dan ben ik weer bijgetankt. Dat vind ik wel fijn. Fijner dan dat je op die dag ook nog huishouden zit te doen. Dus ja. Herkennen jullie dit? Dat er die korstjes altijd overblijven. Ja, ook een spaartip is wat ik dan vaker doe. Is hier nog tosties of wentelteefjes van te maken. Misschien lijkt het nu alsof we super arm zijn op dit moment. Dat is niet het geval. Het is meer dat we het dan leuk vinden om, als we dan wat extra's hebben, om dat dan weer te sparen voor als we op vakantie willen of andere leuke dingen. Dus we zijn niet heel arm. Lea wil nog een peertje. Wat vinden jullie eigenlijk het leukst? Want ik heb eigenlijk heel veel verschillende soorten content. Hè? Van als we weekendjes weg zijn, van shopblogs, tips over voeding, weekvlog, dagvlog. Dus wat vinden jullie eigenlijk... Wat vinden jullie eigenlijk het leukst om te volgen, om te zien? Misschien meerdere dingen, misschien juist de afwisseling, misschien alleen één van die dingen. Nou ja, let me know below the video. De potten. Bij Joko pot. Bij Nick op de basisschool hebben ze een leuke groepsapp. Of een app. Klasbord heet die. En dan krijg je af en toe een leuk fotootje doorgestuurd van waar ze mee bezig zijn. Daar zit hij met het kranenbord. Lekker ding. Hebben jullie dat ook? Ik vind het heerlijk, zeg maar, dat je even je handen vrij hebt als de kids dan naar school zijn. Maar toch vind ik zo'n hele dag tot 3 uur, ik vind dat best lang. Hebben anderen dat ook? Kijk, ja. Heel goed, dank je. Leg die erop. Je moet hier tussenin. Kijk zo. Zo. Hey. Wat heb je hier aan het zoenen? Dat kan niet. Goed zo. Wie is het? Ja. Okay. Allemaal. Allemaal. Spin in. Vleugels? Ja. Okay. Ja. Oh, ze weer helemaal mooi, hè? Ja. Een kind kan de was doen, hè? Even strijken samen, lieverd. Moet ook gebeuren, hè? Ja. Nou ja, als je gestreken hebt, moet je volgens Lea het ook ophangen. Want ze vraagt om het rekje. Rekje. Zo. Dat kan niet.
Je doet het heel goed. Kijk nou. Super, Lea. Het is ook droog. Die is ook droog, ja. Ja, oké. Okay. Ja, leg maar op de grond, joh. Ja, waarom? Ja, hè. Goed zo. Yes. Dat is één. Kom eens kijken. Mama had die gevonden. Dat zijn magneetjes van een magneetbord. Dan kun je misschien hier spelen. Oh, dat is natuurlijk nooit een goed idee. Oké dan. Kijk, die kunnen we eruit duwen. En dan kun je die op de koelkast plakken. Nee, ik. Ja, kan jij dat? Laat maar eens zien. Als er maar iedere keer wat nieuws is, schat. Nou ja, nieuw, anders. Dat kan niet. Goed zo. Nee. Nee? Nee, dat kan niet. Misschien dit. Misschien dit. Nee, ook niet. Zal ik dan helpen? Ja. Dit is twee. Hi, ik wil dich gerade aanroepen, ohne Scheiß. Ik neem gerade mijn handy. Hier zit. 3 en 4. Lea zit echt in de fase dat ze alles zelf wil doen. Zilpotje. Zoals dit? Ja. En eigenlijk ben ik dan zo van, ja nee, maar dan wordt dit vies en dat duurt te lang. En we moeten zo, je moet op tijd naar bed, want dan moet je Nick halen. Maar probeer echt de laatste tijd te oefenen om het gewoon los te laten. Want ja, zo leert ze natuurlijk om dat allemaal zelfstandig te doen. Goed zo, schat. Dat is goed voor de zelfvertrouwen. Gelukt, schat? Ja. Grote meid. Laatste restje sojajoghurt nog. Wat rusten, schatje. Zoals je wellicht kunt zien, heb ik even geslapen. Een kwartiertje. En daarvoor heb ik nog even wat administratie gedaan en geëdit. En nu ga ik Lea wakker maken. Want op een half uurtje moeten we Nicky weer op. Weer thuis. En ze mogen naar school. 2 snoepjes kiezen. Kijk! Want we hebben nog steeds van de kerst en Sinterklaas volgens mij allemaal snoepjes en van cadeaus die ze hier en daar krijgen. Als ze dan vanavond niet zo goed eten. Oh, morgen. Ja, dan beslissen we dat ze morgen maar 1 snoepje krijgen, want anders is het buikje te vol. En mama mag dan ook 2 stukjes chocola. En dan mogen ze een half uurtje televisie kijken. De Beatbox vinden ze op dit moment leuk, hè? Vanus is thuis. Die heeft wat koud. Dus die gaat even de kachel fixen. En de kindjes zijn weer mooie kunstwerken aan het maken. En nu we het hebben over kunstwerken. Ik heb mijzelf woensdagavond aangemeld voor een online, ja, hoe noem je het, webinar. Dat gaat over het interpreteren van kindertekeningen. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Van Evelien Ruitenberg. Online masterclass kindertekeningen lezen en begrijpen. Dus ik ben heel benieuwd. Papa gaat even de vlog kijken die zo goed als af is. Hey guys, leuk dat je kijkt naar deze vlog. Nick gaat even met de magneetjes werken. Voorzichtig met je hoofd, Nick. Nick? Oké. En ik ga even koken. Zalm. Mag ik hier even bij, lieverd? Ja. Oké, voorzichtig. En spinazie. Ja, doe maar dicht. Doe maar dicht. Doe maar dicht. Oh, hallo. Oeps. Nou, zalm.
spinazie. En pasta. Volkoren. Even kijken, gaan we die of die? Lea zag in een vlog een appel. Dus ze wilde een appel, dat had ik niet. Maar ik had nog een banaan, die wilde ze nu. Ik vind het altijd een beetje lastig omdat we zo gaan eten. Maar omdat ze toch een beetje diarree heeft en ik dan een beetje denk, ja weet je, het is, banaan is gezond. Dan denk ik, laat maar gaan hè. Ik heb veel te weinig gedronken vandaag. Spinazie koken. Een uitje bakken. Hier is wat water met een half bouillonblokje. Daar komt eigenlijk de pasta in. Met zalm, met zout en peper. Een beetje knoflook erbij. En om het wat romiger te maken, we gaan roomkaas. Een beetje rauwkost erbij. Alles in elkaar roeren. Maak nog minder. Alsje. Dit is een vieze vlinder. Hey, en wil je ook de vlog afsluiten? Ik doe best vlinders. Doei, Lida. Tot de poepiedag.